Argentinië Libië. Moet je feliciteren? Nee, zeker niet. Ik denk misschien op basis van de tweede helft dat nog wel een punt verdiend was voor de IJsselmeervogels. Maar ik denk dat we gewoon de eerste helft moeten afmaken en dan, ja, dan ga je er dik overheen, maar helaas. Jij kreeg de eerste en misschien ook wel de beste kans. Of de beste misschien niet, maar wel de eerste. Ja, dat klopt. Je moet er eigenlijk in en dan wordt het een hele andere wedstrijd. Wat deed je verkeerd? Weet ik niet. Ja, ik nam hem aan en hij viel voor mijn links. En ja, dan moet je met links. Zoveel tijd heb je daar niet in het strafschopgebied. En hij werd nog geblokt en via de keeper ook nog. Ja, die moet gewoon zitten. Dat is gewoon een 100% kans. Het was niet je meest gelukkige wedstrijd. Daar zeg ik toch niks vreemd? Nee, zeker niet. Ik vond het een beetje lastig. Ik werd vaak gedubbeld en acties lukten soms niet. Dan zit je toch te twijfelen. Ik liep al eerlijk gezegd met de blessure. Voor mij was het zelf de vraag of ik de wedstrijd wel zou halen. Maar gelukkig lukte het wel. Maar ja, dit moet beter. Dan maar revanche als we thuis moeten. Speel je dan ook een beetje met de rem erop? Serieus, tot aan de warming-up kun je nog niet enthousiast zijn over de wedstrijd. Want je weet niet hoe je in dit geval mijn kuit, hoe dat voelt. En ik heb van alles geprobeerd en het ging gelukkig wel. Maar toch, het blijft wel een beetje in je hoofd zitten. Met wat voor gevoel gingen jullie hier naartoe? Ja, gewoon heel zelfverzekerd en we hebben beelden van hun gezien. Ja, het is niet heel, heel spannend wat ze doen. Dat zeg je vandaag denk ik ook. En we hadden denk ik wel meer verdiend. Wat bedoel je met niet heel spannend? Ja, hebben ze zoveel kansen gecreëerd dan via het normale spel? Alleen een beetje ingooien en vrije ballen. Maar voor de rest is het niet heel, heel spannend wat ze doen. Goed, een punt gewonnen? Nee, wij hadden gewoon 3 punten moeten. Ja, misschien op de basis van de tweede helft dan was dit wel verdiend voor beide, denk ik. Want als je teruggaat naar de vorige 2 derbies, toen zag ik in ieder geval nog doelpunten, die waren er vandaag niet. Als ik zeg dat het toch een redelijk saai derby was, zeg ik dan iets vreemds? Voor de toeschouwers? Ja, misschien wel, qua doelpunten, maar ik denk dat er genoeg gebeurt op het veld. Je hoorde het publiek naar de ene en naar de andere tackle en wat was het? Overtredingen, hoor die ze wel leuk meedoen. Dus. Jij ging ook nog een keer door op schapen, raak je? Nee, ja, een heel klein beetje, maar ik week af naar links. Als ik rechtdoor ging, ja, dan had ik hem wel geraakt, maar ik week af op het laatste moment. De oude Salimi, zou die wel vol doorgegaan zijn? Nee, want dat is in de eerste helft en je voorkomt geen doelpunt of zo, dus dat zou heel dom zijn. Goed, wat vind je van Imdijk ten opzichte van vorig seizoen? Waar staan jullie als je nu ziet? Wij staan denk ik tot nu toe nog wel goed op de juiste plek. Waar staan we nu? 7e denk ik. Ja, in de buurt. En als we dit vasthouden, dan gaan we straks richting de top 5. Dus we hoeven voor niemand bang te zijn, dat zie je alweer vandaag. En we moeten gewoon constant, de ondergrens moet omhoog en dan kunnen wij gewoon in de top 5 gaan spelen straks. Ja, maar wat is dan het verschil met vorig seizoen? Ik denk dat we ieder jaar sterker worden. We blijven met elkaar samen voetballen, steeds dezelfde jongens. En we weten gewoon elkaars kwaliteit. En dan gaat het allemaal vanzelfsprekend. En ieder jaar gaat er steeds een stapje bovenop. En een nieuwe trainer natuurlijk. Wat gaan jullie nog doen vandaag? Ik denk dat er wel een klein feestje is bij Imdijk toch? Ja, leden voor een feestje 0-0? Bij Imdijk altijd wel. Al verlies je, dan is er altijd wel feest. Maar dit is prima joh. Het hele dorp heeft feest vandaag.